Wij zijn onze persoonlijke spullen kwijt en verwachten een betere behandeling van het ministerie. Woorden van enkele docenten van OS Ampoma Tapo, gelegen in de buurt van de Marowijnrivier en omgeving. De docenten zijn niet te spreken over het feit dat zij ondanks de hoge waterstand en het tekort aan persoonlijke spullen terug moeten keren naar hun werkgebied. De leerkrachten hebben vandaag een petitie overhandigd aan de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Volgens de taskforce begint ons vakantie vandaag en het eindigt de 18 april. Dat wil zeggen dat we na 18 sowieso weg moeten gaan. En we zijn niet van plan te vertrekken of om terug te gaan. Reden waarom? We zijn ondergelopen en we zijn al onze spullen kwijtgeraakt. Wij zijn degene die eronder lijden. Wij zijn degene die deze problemen steeds meemaken. Wij zijn degene die steeds moeten kopen. Je kan niet elk jaar werken en steeds een pad kopen. Steeds een pad kopen. Daar ga je niet vooruit. Die mensen van de taskforce waren daar geweest. Zij hebben alles aangekaart wat we kwijt zijn geraakt van vorig jaar. Ze hebben niets voor, niet eens een vriezer hebben ze voor ons aangeschaft. Van dames, kijken jullie hier, gebruiken jullie het samen, we kijken wat we verder voor jullie kunnen doen. Niets hebben we gehad. Nu willen ze ons terugsturen naar het binnenland. We hebben geen materiaal. Er zijn ook leerkrachten daar op OS Lokalaka die heel erg zwaar zijn aangetroffen door het water. Ze hebben zoveel dingen kwijt. Ik woonde ook op een laagbouwwoning toen ik pas daar ben gaan werken. Ik had heel veel dingen kwijt. Ze hebben me niet vergoed van die dingen. Ik heb ze zelf weer moeten aanschaffen. Het ministerie van OWNC heeft eerder aangegeven dat de paasvakantie voor de scholen in het binnenland wordt vervroegd. Deze duurt vanaf vandaag 28 maart tot en met maandag 18 april 2022. Het ministerie heeft in haar persbericht niet aangegeven wanneer de leerkrachten terug moeten naar het binnenland. Directeur Algemeen Vormend Onderwijs, Sherida Salman Berggraaf, heeft aangegeven nog niet over de juiste geverifieerde informatie te beschikken. Het ministerie zal te zijner tijd reageren.